Hallo, hier is Kingo, terug bij Cluster Truck. Oké, jongens, nou, voor mij is het weer per dag geleden sinds de vorige keer dat ik wat heb genomen, dus laten we maar beginnen. En we waren gebleven in wereld nummer 7, de Sci-Fi wereld, en we hadden de eerste twee levels al gedaan. En in deze episode gaan we dus verder met de Sci-Fi world, en oh mijn god, ik weet nog het einde van vorige episode, jongens, de eerste paar werelden van deze wereld waren echt al insane. Dus ik kan niet wachten wat ons te wachten staat in deze video. Maar één ding wil ik wel even overnemen. En dat is level 2 van World 7. Want blijkbaar heb ik in de vorige episode de helft van dat level geskipt. Het is me gelukt in één keer door een half level de helft van het level te skippen. Echt gewoon van, ik hoor dat eigenlijk niet te hebben. Dus ik denk van, weet je wat, dan doen we die nog even overnieuw. En dan kijken we hoe ver we gaan komen in 20 minuten. Dus laten we maar beginnen, jongens. We gaan eerst wereld 2 weer doen. Om er weer even in te komen. En dan, dan kijken we wel even hoe ver ik kan komen. Oké, wat heb ik trouwens? Ik heb de double jump nu, hè? Ja, ik heb de double jump. Dat is in ieder geval al goed. Oké, dus wat je dus eigenlijk moet doen, is je moet hier naar boven. Ho! En dan heb je heel dit gebied hier. En dan moet je dit doen! Oh god. Oh shit. Oh shit. Oh shit. There we go. Oké. Ja, maakt niet uit, nu doe ik het op de legit manier en dan lukt het ook in één keer. Dus ja, dat is eigenlijk hoe het moest. En ik ging dus onderdoor met de grappling hook. En ja, ik ga trouwens de grappling hook wel meteen weer terug doen, denk ik. Ik vond de grappling hook toch wel wat leuker. Ja, dus laten we dat maar even doen. En dan gaan we verder met wereld 3 dus. Dus laten we eens kijken wat nu de nieuwe werelden zijn hier. Rokidoki. Dus ik heb grapple hook nou, super nice. En ja, jongens, ik weet dat ik ook met rechtermuisknop de tijd kan slowen. Maar ik, oh god, maar ik heb dat gewoon, oh shit. Yeah. Oh fuck, moest ik daarheen? Ai, wat. Ja. Daar moest je heen. Oh god. Oké. Nou, even kijken hoe we dit gaan doen. Maar ja, ik weet dat je dus tijd kan vriezen. Maar ik doe het gewoon niet. Omdat, ja, I don't know. Oké. Hoe de hel doe je dit? Moet je op een truck skaten? En dan daar springen of zo? Hoe doe je dit soort dingen? Dus oké, ik blijf op deze truck. Oh, hoe doe je dit? Ja, dat moet je gewoon doen. Oh, blijf. Holy god. Oké. We doen het, jongens. We doen het. Oké, en dan gaan we naar de finish. Dit kan niet zo simpel zijn, deze finish. Wel. Vanaf dat punt was het echt makkelijk. Het was alleen dat eerste stuk dat je dacht van, wat daar? Hoe doe je dat? Wauw, dat was wel sick. Dat was best een eind weg toen ik daar naar beneden pleurde. Oké. Level 4. We hebben, what the fuck? Rocket launchers? Are you kidding me? En wat bit the fuck? Oh, dat is ook een... Jezus. We worden gewoon beschoten. Oh mijn god, man. Daar schrok ik toch wel even van. We worden gewoon beschoten. Oh, I did it. Oh, ik dacht dat het nog even wat verder was. Dang, ik dacht dat ik opblies of zo. En dat ik daardoor... Wow. Zag ik nog serieus die explosie nog? Dang. Oké, nou jongens, het gaat redelijk snel. We zijn alweer aan level 5. Oh god. Nee. Ik dacht dat het er net al gek was. Wat de hel? Nu krijgen we een get. Kijk naar die muur daar. Oh, kijk naar die muur van dingen. Van rockets. Van dingen, wat het ook zijn. Ja, het zijn rockets. Kijk naar die enorme muur daar, man. Holy crap, is niet te doen. Nee. Blijf. Hoog. Kom op. Nee. Oh, ik is overschoten. Overshot. Oké. Man, al die rockets. Oké. Doorgaan, jongens. Doorgaan. Holy. Kom hier. Ja, maar dit, jongen. Ah, wat de hel. Alles valt er gewoon dood neer. Ik moet gewoon echt opschieten daar. Oké. Oppassen we deze raket. Dang it. Oh, die ding komt terug. Man, die raketten zijn zo vet. Maar zijn die random? Komt die ook random? Nee. Neer. Dat lijkt het wel op dat ze random. Dat ze random neerkomen. Dang it. Ik wil naar daar. Waarom lukt het nou niet meer? There we go. Dat is wat ik wil doen. Dat lukt het even een paar keer. Oké, blijf zitten. Dus op voor. Jij landt weer gewoon goed. Nee. Dang it. Kijk, soms dan lukt het me dat ik hier wel, anders niet. Dat man. Oh god. Die raketten, jongen, what the fuck. Oké. Dit is echt oorlog hier. Futuristisch oorlog. Futuristisch oorlogsgebied. Oké, blijf hier. Nu zijn we als goed is veilig voor die dingen. En dan... Ja, wat gebeurt er? Wat?
Waarom reden er al een paar en toen daarna ging er pas de rest rijden? Vloog er misschien een van onze trucks helemaal daarheen of zo? Oh god. Kom hier. Kom hier. Oh, waarom? Ik moet echt weer een keer wat beter inschatten hoe die zit met die grappling hook. Want soms dan lijkt het echt dat hij veel minder ver grappelt. Ik denk het. Er vloog alleen maar een truck in mijn gezicht. Door een raket, jongens. Niks bijzonders. Met elke dag. Oké. Go! Is dat een soort ketting? Oh, come on! Ik zat erop! Yo, sneaky game. Yo, sneaky rockets. Nee. Don't think so. Kom hier. Come on, Hook. Come on, zet me er niet voor. Nou jongens, we hebben ons eerste moeilijke level gevonden volgens mij. God dang it. En het is niet eens die raketten. Het is gewoon om het op dat stuk daarna te landen. Dat is eigenlijk het kutste. Die dingen daarna. Want ik heb weer een keer last van dat ik dingen overshoot. Hè. Het is weer zo werk. Oké. De rookrocket. Oh, shit. Nee. Oké, wat de hel gebeurt de hele tijd? Ik word echt gewoon aan de zijkant gedouwd. Zeg maar, ik druk gewoon niet dat ik op A en D ga doen, maar dat ik zeg maar op A dat ik opzij ga. Maar toch, verlieg ik gewoon vol naast de truck. Dus, we moeten een beetje oppassen. Kijk, ik wil daarop landen, op deze. Nu lukt het wel. Nu ik erover begon te bitchen, lukt het, hè jongens? Oké, kom op, go. En, ik weet niet wat shit. Nee, stay. What the fuck? Nee, dat was het laatste stuk, are you kidding me? Ah, poep game. Oké. Nee. Ah, te laat. Ze gingen allemaal aan de kant. Dat is zo irritant. Als ze helemaal in die buis zitten, dan gaat alles naar de andere kant. Alles naar de andere kant. Alles naar de knoppen. Alles naar de Filistijnen. Oké. Ik heb voorlopig wel even genoeg raketten gezet. Wauw, het duurde even, maar uiteindelijk kwam ik er. Holy shit, sommige van die dingen vliegen echt heel ver. Dang it. Sommige worden echt gewoon gelanceerd tot en met. Wacht, misschien kan ik. Nee. Ik zat denken van als er nou eentje hoog schiet, kan ik daar grappelen en dan kan ik een stuk overslaan. En misschien als ik dan geraakt word door een raket, dan vlieg ik meteen aan het einde van de wereld of zo. Nee. Kunnen we dat doen? Kunnen we dat doen, game? Oh god. Soms die hoeks zijn echt gewoon zo van, nee. Dan denk je gewoon dat je er goed op zit en dan, nee. Oh. Oké. Oké. We hebben deze. Niet te ver gaan. Niet te ver willen gaan. What the hell? Oké, ik moet niet met shift doen. Oké, hier moet ik gewoon blijven rijden. Nee, wat? Come on, ik vloog gewoon vol af. Wat is dat voor stom? Stom zoortje. En dat was belogisch. Nee. Oké, raketjes. Gewoon doorgaan jongens, geen probleem. Ik heb toch geen last van die raketten. Oh shit! What the hell? Daar vloog ik even wat... Kunnen we rijden? Oké. Daar vloog ik even wat over. Oké, hier moet ik oppassen, want... Ga ik ervoor schieten? Oké. Nee. Come on. Land. Ja! Go. Go, you fucking truck. Go. Oh yes. Man, soms kun je zo snel dat gewoon de truck nog even moeten wachten voordat ze beginnen met rijden. Dat is echt gewoon insane. Maar het deed het jongens, het duurde even deze. Jezus, dat is een irritante. Oh, we did it. Oké, level 6. Wat hebben we hier? Oh god, bewegende roads. Oh, het gaat naar boven. What the hell, het gaat naar boven. Waarom gaat het... Jezus. Oké. Oké, wat gebeurt hier? Waarom zit hier? Waarom zit dat daar? De hel. Oké, dan gaan we. Nee. Oh, shit. Man, dat was echt gewoon afleiding daar. Stomme afleiding. Ja. Blijf gewoon aan de achterkant van de truck zitten, jongens. Dan komt het goed. Oké, naar deze. There we
go. Oké, naar de voorste truck. Oh nee, wacht, die is nog een lading. Nu naar de... niet zo snel. Ik zou zeggen, nu moet ik naar de voorste truck. Bij de laatste... De laatste luik. Stop het. Ik haat het als er zo'n klein dipje zit. Dan gaat het naar beneden. En dan schiet je er zo voorbij. Oké, oké. Oké. Come on. Oh, snap. Oké, land op deze. Ja. Oké, er komt hier nog een rij. Oké. Blijven op. Oké, nu naar voren gaan. De voorste hier pakken. Snel voordat het laat is. En nu oppassen. Stop, blijf. Oké, vertrouw dit niet meer. Oh fuck, het gaat rennen naar beneden. Nee! Wat de hel? Ik was zo gedesoriënteerd. Ik dacht dat ik recht vooruit ging op een of andere reden. Mijn controles waren dus helemaal fucked. Voor mijn gevoel. Dang it, oké. Maar je moet gewoon daar vallen. Dat was gewoon het einde. Okay. Dus we zijn er één keer gekomen, jongens. Dan kunnen we het nog een keer doen, hè. Hup. Nee. Ging bijna fout. Oké. Dit was de laatste, right? Ja. Blijf op deze truck staan. Beetje van achter. Zodat ik hier zo, als ik nu naar voren wil zetten. Oké, gewoon vallen. Gewoon vallen. En daar is de goal dan. Oh god. Jezus, de goal zat verder onder. Oké, nice. Maar dat is wel heel irritant, jongen. Dan wil je naar voren gaan. Omdat je denkt dat je... Ja. Heel erg disorientating. Oké, level 7. Okidoki. We beginnen een beetje met de ocean. Oh! Mama! What the hell? Oké. Ik laat eerst eens een beetje rijden. En dan kom ik wel gewoon hier achteraan. Oké. Ik denk dat ik toch al een beetje naar voren moet. Oké, blijf op deze truck. Go. No way. Oké. Go. Holy moly. Oké. Oh, blijf. Oh god, is dit een ramp? Nee. Oh, waarom deed ik dat? Holy shit. Je vloog gewoon die hele kolom hierop. Holy crap, man. Oké. Yeah. Oh, dit is zo epic. Oké, land op de vorst. Niet te... ik denk niet te ver. Hoek ik en dan val eindelijk een vol voor. Wacht, kan ik in één keer? Oh! Ik dacht dat ik dood was. Lijkt me niet. Stop. Oké. Blijf nu. Blijf op de truck. Ik heb geen idee wat ik hier moet doen. Geen idee wat hier gaat gebeuren. Trucks. Oh, what the fuck, hoe moet ik heen? Wat is dit? Oké, hier naar beneden. Komen trucks daar. Waar de fuck moet ik heen? Daar? Ja. Wat? Hoe doe je dit? Van mij moet je gewoon echt naar voren bewegen ook ofzo. Maar holy shit, dat zag er even moeilijk uit. Spring. Oké, ik moet dus dat gewoon doen. Dus gewoon zo, en dan njoo, dan wordt gelanceerd. En dan de laatste truc moet ik gebruiken als een klein zetje springen en daar gaan we. Oké. Nice. Ik heb dat onder de knie. Nu dit. Oh, ik weet niet wat ik dat deed. Ik zat te denken om misschien, wacht. Ik wil één dingetje proberen, één dingetje. En dat is... Daar, nee, ik kon zelf daar misschien in ofzo? Waarom zijn we ons dat gat zetten? Maar... Oké. Oké. Goed genoeg. Goed genoeg voor mij. Oké, kijk, dus dit. Wou ik dus nu doen. En dan. Nee. Ik ga niks bijzonders proberen. Ik ga gewoon. Nu ga ik wel gewoon een level volgen. Het is me één keer gelukt om een half level te skippen. Dat ga ik nu niet nog een keer doen. There we go. Dit is een lekkere snelheid hoor. Als je dat zo. Wauw. Oké. Ik moet mond houden als het weer eens goed gaat. Spring. There we go. Oké. Niet te ver naar voren bewegen. Want dan kom je hier tegenaan. En nu kan je naar voren bewegen. Oké, eindigen op de voorste. Oké, game. I see how it is. Fuck. Ik dacht dat ik er al dik over zat. Dus ik gaf het al op. Maar blijkbaar had ik het kunnen halen. Oké. Dus, eerste truck. Spring. There we go. We worden gelanceerd. Go. Land op de eerste truck. There we go. Oké, en blijf een beetje mee skippen, want dit is... Maar hoe de hel kom je daar dan? Moet je dan op een andere truck gaan? Moet je gewoon wachten tot de trucks daar landen of zo? I don't know. Oké. Kijk dat dan. Kijk dit.
Oké, ik moet gewoon hier naar voren bewegen, I guess. Hoe de hel doe je dit? Even serieus. Komen de trucks hier of zo? Hoe doe je dit anders? Stel, mijn grappling hook is dat bijna nog niet te doen. What the fuck? Oké, nou. Ik moet dus zorgen dat ik gewoon daar wat vaker kom. Ik haal alleen dit stuk. There we go. Ik haal gewoon dit stuk om hier op te blijven, zeg maar. Ik wil bijna gewoon wat verder naar achter, maar... I'm not too sure. Oké, dan gaan we... Go. Oké, ik heb dus geen idee wat ik hier moet doen. Bijvoorbeeld al die trucks daar. Wat moet je? Oké, we did it. We did it. Ik weet niet hoe je dit... Hoe moet je dat anders doen? Zonder grappling hook is dat voor mij echt niet te doen. Of ik skip weer een deel van het level. Dat kan, want ik zag daar dus die trucks die ik daarboven zag. Misschien is dat een ander deel. Misschien moet je echt veel hoger gaan ofzo. Ik heb echt geen idee. In ieder geval, het is ons gelukt, jongens. Het is nice. Level 8. Oké, dus ik ben bang dat we nog meer van dat soort dingen... Van dat soort dingen krijgen. Holy crap. Oké, we made it. We zijn tot hier gekomen. Rustig nou. Oké, daar gaan we. Oké. There we go. Oké. So far so good. Oh god. Go. Man, deze wereld, though. Echt serieus, man. Deze wereld is zo epic. Zo super epic. Oké. En ook, hier gaan we flink naar boven, jongens. Oké, oh, hier moet je wel even wachten, denk ik. Huh? Wow, dat was een epic launch. Holy shit. En geest, ik heb hem in één keer. Nice. Oké, nou jongens, dat was level 8. We gaan door naar level 9. Wat? What the fuck? This is so fucking awesome. Oké. Hoe de hel doe je dit? Wacht, ik wil nu iets proberen. Ik heb een grappling hook, ik ga hem gebruiken hier ook. Ik wil het proberen. Ik wil het proberen op een van die gebouwen te grappelen en dan daardoor naar boven te komen. Oké, wacht tot deze hier terug zijn. Oh, laat maar, ik wacht tot de volgende. Man, dit is zo fucking trippy. Oké. Kan ik? Nee, dat zit te ver weg. Het is te groot. Het is veel te groot, heel dit ding. Oké. Blijf voorop. Go. Moet ook hier op blijven. Dit is zo... Nee! Dang it! Man, dat is zo... Oké, daar. Okay. Dus ik moet een beetje achterblijven. Dat is zo mijn punt. Ik moet gewoon hier zo niet verder naar voren. Hier blijven. Laat alle dingen maar gaan. Ik moet wel zorgen dat ik voor dat ding... Dank je, Truck. Dank je. Helemaal bedankt. Oké, ik denk dat ik op deze dan ga wachten. Dus, want ik moest dan wachten tot die gebouwen voorbij zijn. Ik doe het echt gewoon gebouwen. Oké, de eerste is niet voorbij. Dan kan ik door. Dat lukt. Oké, je moet er dus gewoon echt voor. Simpel. Je moet daarvoor. Dus je moet gewoon hier zo beginnen. Ja, en dan ga je nu... Kan je proberen er verder te komen. Dit is niet normaal. Oh fuck, er zit niks meer. Ik zei van, nou laten we even gaan, er was geen één truck meer. Sweet. Man, dit is... Ik vloog bijna naar het midden. Ik vloog gewoon bijna naar het midden van het hele ding. Ik kon gewoon bijna overal overspringen. Blijf, you goddamn trucks. Nee! Zo eng als je dat ziet komen, jongen. Je ziet ze een enorm gebouw op je afstormen en je kan er geen fuck aan doen. Oké. Ja, jij bent mijn truck. Jij bent mijn gelukstruck. My only geluk. Nee! Niet weer! Het is steeds... Ik zit steeds op het... Oké. Ik moet dus op die ene truck zitten waar ik dus de hele tijd op zit. Maar dan moet ik switchen. Dus ik moet naar één van deze trucks. Oké. Oppassen. Ik moet de truck terugpakken. Oké, ik moet een truck teruggaan dan. Op dat punt moet ik een truck teruggaan. En dan moet het me lukken. Oké, ik ben hier. Dang it, man. Word echt gewoon weggehamerd. Gewoon. Oh god. Oh shit. Nee! Ja. Ik weet niet wat ik daar deed. Maar. Ik wil opzij duiken en het was alweer een nieuwe wereld. Dus.
laten we wat zien. Ho, ho! Ho, nee! Waarom ga je zo ver opzij? Je ging helemaal daar, zeg je truck. Please. Ik wil zeggen, dit is de eerste keer dat ik hier fatsoenlijk ga. Stop hier. Land, land hierop. Blijf hierop. Ik kijk niet eens meer. Ik kijk terug. Ho! Oh, zo bijna. Ik wil zeggen, ik kijk niet eens meer. Maar dat moet ik toch wel doen. Nee. Ah, kut. Kat, kat, kat mijn peren, jongens. Kat mijn peren. Nou, die Forza 3 moet je niet pakken. No way. Blijf ver weg van die Forza 3. Trucks. You mother... Oké, dit is echt de moeilijke. Want ik heb geen... Oké, daar is het... Oh, moet je gewoon springen en dan... En dan ga je... Waarom ga je zo ver opzij? Why you do this? I want none of this. Dat helpt echt niet als je zo ver opzij gaat. Man, deze is niet te doen. Oh. I'm a good boy. Ah, oh, come on. Serieus, dan ben je al te ver. En dan komt dat ding eraan en dan mapt je gewoon de andere wereld. En dat is echt... Hopeless. Top, top, top. Niet te worden geraakt. Yes! Yes! Nee! Nee! Kom op! Nee! God dang it! Waarom moet je zo... Waarom zit die laatste? De allerlaatste. Die fuck me over. Oké, zover waren we nog niet gekomen in ieder geval. Dus dat is mooi. We zitten met de progress in wat we doen. Dus dat is in ieder geval mooi. Da, da, da. Echt. Wat. Dat was gewoon drie lagen of zo dat hij kapot maakte in één keer. Deze. Huis, oké, we kunnen door. Wat smoke. Niet die. Doorgaan, maar dan dit. Dus ik moet weer een truck terug. Ja! Ja! Wat? Wat game? Waarom deed je dit? Nee, die grappling. Ik had niet moeten grappelen. Dat was. Ik moet niet grappelen daar. Daardoor fuckte ik mijn hele momentum. Oh, game. Oh, blue balls, man. Blue balls. Kom op, ga door. Schiet op, schiet op. Oké. Niet. Yes, there we go. Oh, en dan krijg je opeens een boost, hè? Oké, we did it. We did it. Gewoon gelukkig kort na die ene fail. Anders had ik echt mijn mind verloren. Oh man, we zitten al op 20 minuten, jongens. Maar ik wil gewoon het laatste level van deze wereld nog even doen in deze video. Maakt niet zo lang het duurt. Dus het is het laatste level van deze wereld. En ik zie al meteen een hele... Wat? Oh, wat is... Nee, ik... Ne! Wat? Wat? Ik moet een waterval van... Van trucks op? Oké. Wow, waar ga ik heen? Wat? Wat de hel staat daar? Waar de hel moet je hierheen dan? Wat de hel gebeurde daar? Wait for it. Wait for it. Oh, ik moet hier blijven. Ik moet hier wachten. Is dat het? De goal komt hierheen. Are you fucking kidding me? Oh, dat was genius. De fucking goal kwam gewoon naar me toe. Fuck. Oké, dat verwacht ik echt niet. Oké, maar we deden het. Wauw, dit laatste level viel reuze mee. Sinds ik eindelijk begreep wat ik moest doen. Gewoon wachten. Wauw, deze wereld was geweldig. Oh mijn god, jongens. Oké, ik kan niet wachten. Ik wil weten wat de volgende wereld is. Ik ben echt benieuwd. Steampunk. Oh yeah. Oh yeah. Nou jongens, en ja, dat was het einde van de video. Hopelijk hebben jullie genoten. Ik in ieder geval wel. Dat was een crazy, crazy wereld. En wat ik denk dat ik nu ga doen, is ik ga nog twee episodes doen. En die twee episodes zijn dus wereld 8, steampunk. En wereld 9, dat is dus de laatste wereld van wat ik weet. En dan is het klaar. Tenminste, ik weet niet of ik daarna nog wat ga doen. Maar in ieder geval nog twee episodes komen hierna. Dus een volledige episode in wereld 8. En een complete episode in wereld 9. Als er meer is, mocht er meer zijn, ik weet het niet. Maar dan doe ik natuurlijk meer episodes. Maar voor mij is het maar twee episodes nog. In ieder geval, ja, mocht het dus zijn dat ik dus een uur doe over World 8 of zo, dan hebben jullie gewoon een uur lange video. Of dan misschien kut ik het dan een beetje. In ieder geval, jongens, bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende episode. Bye! Bye!